zijn we bij rapper Sjors. Maar hij zit net binnen in zijn optreden. Wat ik wil is muziek, maar ze kunnen bij de niet naar de kracht als ze zien wat ik kan ze zien. Ja, ik ben rapper Sjors. Ik treed veel op tegenwoordig. Ik maak videoclips, nummers en ja, ze kennen me natuurlijk nu op dit moment van mijn nummers. Ja, het is bekende van die bekende uitspraak van ik heb net pindakaas gegeten. Net pindakaas gegeten dus. Maar, dan moet ik wel bijzeggen dat het nu de laatste tijden heel erg is veranderd. Het is echt, ja, je nummers slaan aan, je optredens die gaan goed. En ja, dat is eigenlijk wel hoe het nu tot op de dag van vandaag ervoor staat. Als je valt voor mij, ben ik je zonneschijn. Yeah. Oh, oh, oh. Het is zomer in Nederland. Ga erop uit, als je valt voor mij, ben ik je zonneschijn. Grote hit, groot. Het is eigenlijk zomer in Nederland wat de mensen het beste kennen en waarmee ik eigenlijk de meeste optredens heb gekregen. Ik hoor het alleen tot op de dag van vandaag nog steeds niet op de radio, maar dat zal wel gaan komen. Ben ik je zonneschijn, zal geweldig zijn. Deze zomer ga ik het maken, zoveel leven om mij heen. Toch ben ik alleen. Het wordt steeds meer. Qua views, qua optredens, qua dit, qua dat. Maar je moet geloven, anders ja, houd het op. En lang doorgaan, blijven doorgaan. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Tot nu toe, ja, eigenlijk heb ik mijn verdiende loon nu wel gekregen. Wat in het begin dan niet zo was. Alleen, met al die extra's nu, zoals het laatste nummer Jeer Ben Rapper, ja, dat is toch eigenlijk een beetje de kers op de taart geweest. Waardoor ik toch zoiets had van, dit nummer is het beste nummer en dat vatten ze eigenlijk ook het beste op. En ja, daar ben ik eigenlijk het trotste op dat me eigenlijk gelukt is, ja. Wat ik wil is muziek, mensen gunnen mij dit niet. Heb de kracht, SMC machtige kansen zien. Duivels binnenin zitten vol haat. Zeer slecht en duister en het maakt me kwade rapper die ervoor gaat. Door haters gehaat, er wordt geroepen dat ik stoppen moet of dood moet. Denk maar niet dat dit wat met me doet, rap alleen maar vuur. Niet voor korte duur, heb het met alles en iedereen gehad. Fuck dat, want ik ben rapper. Yeah, krachtige lyrics heb. Muziek maakt... Soms heb je veel te doen en soms heb je ook eigenlijk... niks te doen. Het is eigenlijk, artiest zijn is gewoon ergens naartoe werken. Het is nieuwe muziek maken, nieuwe videoclips, heel veel optredens daardoor krijgen. Eigenlijk heel veel dingen bedenken, heel veel dingen doen, met heel veel dingen online komen. Dat is het eigenlijk. Maar ik heb ook weken gehad dat ik gewoon niks te doen had, dat ik gewoon totaal nul... dingen ze had, maar dan ben je toch met bepaalde dingen bezig om er weer naartoe te werken. Ja. En voor de rest, ja, trainen, fitness, ja, dat doe ik ook gewoon 's avonds. Dat is ook nog wel een deel van mijn leven geworden. Streef naar mijn eigen doelen. Wat zou ik zijn als rapper die niks voor zichzelf doet? Vraag mijzelf af, van wat als ik dit had, of wat als ik dit was? Emotioneel ben, veel respect voor die krachtige lyrics heb. Freestyle rap, artiest zijn goed bevat, het podium is mijn thuis. Gewoon je gevoel op papier leggen, alleen is dat niet altijd zo heel makkelijk. Het is gewoon een kwestie van, ja, in het begin was het eerste liedje gratis wiet. Dat was een commercieel lied, dat was gewoon iets waarmee je gewoon kwam. Daarna De Ware Liefde, toen het nummer Mijn Leven en toen Zomer in Nederland. Maar toen had ik zoiets van, ik ga nou alles bij elkaar rapen, eigenlijk mijn hele carrière gewoon bij elkaar rapen om te kijken wat er uit kan komen. Heb ik mezelf eigenlijk op mijn kamer opgesloten, ben ik liedjes gaan luisteren en daar kwam dan eigenlijk dat nummer Ik Ben Rapper kwam daar uit. En daar zit inderdaad heel veel tekst in, heel veel ritme, heel veel gevoel eigenlijk, ja, heel het meeste gevoel. Een rapper die scoort, muziek als goud hoort. Een rapper die scoort, muziek als goud hoort. Adrenaline
tranen stroomt door mijn bloed. Tijdens punch-out battles winnen moet. So what, I'm a rapper, fuck that. Yeah. Want ik ben rapper, krachtige lyrics heb. Muziek maken doet goed, het leven aan je voet. I'll be back met deze rap, yeah, let's go. Want ik ben rapper, yeah, yeah. Tegenover Zomer in Nederland kun je zeggen dat dat een commercieel lied is. Zomer in Nederland, iedereen zingt het mee in de auto, ja. Maar dit is echt iets dan over jezelf, over hetgeen van... Hoe is het geweest van toen, van je geboorte, van nu, van hoe je je hebt gevoeld? Eigenlijk alles. Van haters, van fans, van... Ja, ja. Van dat soort dingen, ja. En als je dat in je teksten weet te vertegenwoordigen, dan... Ja, dan is dat een hele prestatie. Want het komt niet altijd eruit op papier. Echte grote inspiratiebronnen, ja, dat zijn eigenlijk meer Amerikaanse artiesten die heel veel gevoel in hun liedjes leggen. Ja. Zoals Eminem of ja, Justin Bieber of Lady Gaga. Ja, die leggen heel veel ja, gevoel in hun teksten, ja, in hun muziek. Mijn leven, mijn leven omschreven, zal alles ervoor geven. Mijn leven, mijn leven omschreven, zal alles ervoor geven. Mijn naam is rapper Sjors. Wil teksten schrijven, stop al mijn emoties in muziek. Schrijf een lied, rap mijn verhaal. De prijs ervoor betaal, ervan overtuigd dat ik succes behaal. Ja, de liedjes schrijven doe ik zelf, ja. Maar dan begint het, je moet naar een studio toe, dan neem je je muziek op. Ja, dat kost natuurlijk geld. Daarna moet hij dat afmixen, dan krijg je het eigenlijk als product, krijg je het gewoon afgeleverd. Maar dan schrijf ik mijn zinnen op papier, mijn ideeën, laat ik het zo zeggen. En dan maak ik bij zo'n nummer een videoclip. En ja, daar heb ik dan ook professionals voor. En dat kost heel veel. Daar moet je heel veel voor optreden en zo, ja. Het is eigenlijk, hier maak je muziek en dat kost geld en dan doe je van alles. En van de andere kant moet je weer eigenlijk zorgen dat je ja, geld binnenhaalt. Anders red je het niet met zo'n clip. Want ik ben wel eerlijk, bij elk nieuw nummer dat komt wel weer een clip. Dat wel. Maar dat heb ik vanaf ja, dag 1 gedaan dat ik met een nummer kwam. Bij elk nummertje is een clip. Ja. Zo werk ik dan weer wel. Geweest met verlangen naar iets. Als familie hadden we helemaal niets. Nu hip hopper, een rocker. Op podiums, festivals of in de club. Jullie meningen of vragen interesseren mij geen fuck. Maak mijn eigen geluk. Jullie meningen of vragen interesseren mij geen fuck. Maak mijn eigen geluk. Maak mijn eigen geluk. Jullie meningen of vragen interesseren mij geen fuck. Maak mijn eigen geluk. Ja, het feit is dat ik ze zelf naar Dumpert instuur. Ja, dus jullie mogen dit weten, beste fans. Ik heb dus een lied uit, mooie videoclip erbij. En wat doe ik? Ik stuur het dus meteen in naar Dumpert. Mijn leven omschreven, zal alles ervoor geven. Mijn leven omschreven, zal alles ervoor geven. En ja, toch geven die mij heel veel views, die gasten. Ik heb ook al eens een keer een video met ze gemaakt hier in Brunsum zelf, waar we nu weer zijn. En ja, ik hoop dat het ja, goed met ze blijft gaan. Want het is toch wel bepaalde media. Je begint bij nul en ze ja, gooien je zo naar de 200.000, 300.000 views. En dan al die andere media sites nog. En daar stuur je het dan heen, ja. En delen, ja. Ja,
De reacties bijvoorbeeld op dat laatste nummer zijn gewoon hartstikke goed. En als ik kijk naar de duimpjes omhoog, heb ik 4000 duimpjes al omhoog. En iets meer dan 1000 omlaag. En dat was in het begin niet. Dus het wordt gewoon heel goed opgepakt door de fans. En door de mensen. En die haters, ja, die zijn gewoon ja, jaloers en ja... Eigenlijk door die haters kom je eigenlijk alleen maar heel hoog met je nummers. Wisten jullie dat? Ja. We gaan weer. En ja, blijven optreden, dat is eigenlijk mijn doel. Maar in de sport zou ik eigenlijk ook wel wat willen worden, daar ben ik eerlijk in. Als dat de aanvulling kan zijn op mijn muziekcarrière, dan zou ik het eigenlijk tof vinden. Ja, daar ben ik eerlijk in. Gewoon misschien modellen, poseren als model. Ik ben weer op de lijn. Eigenlijk gewoon goed ervoor gaan en gewoon ja, eigenlijk daar ook nog wat in worden. En presenteren van die dingen, ja. Wij komen ook om voor gratis wiet, gratis wiet. Wij komen ook om voor gratis wiet, gratis wiet. Wij komen ook om voor gratis wiet, gratis wiet. De hitlijsten bestormen, dat is eigenlijk wel een beetje het doel van me nu. Dat er nou eens aan gaat komen, dat er eindelijk helemaal eens gezegd kan worden, ja, hij heeft het op de radio bereikt. Dat is eigenlijk wel het doel waar ik naartoe wil. Opgespoord. De Nederlandse overheid, met dat halfslachtige beleid. De Nederlandse overheid, met dat halfslachtige beleid. Wij komen ook om voor gratis wiet, gratis wiet. Wij komen ook om voor gratis wiet, gratis wiet. Maar ik hoop in de winter weer nieuwe songs te gaan maken en songs te gaan opnemen. En ja, misschien een heel album uit te brengen. Ik weet het niet aan liedjes, maar gewoon blijven doorgaan. Ja. Het werk moet dat ze dichtgekleefd, door Amerika voorbij gestreefd. Het werk moet dat ze dichtgekleefd, door Amerika voorbij gestreefd. Wij komen om voor gratis wiet, gratis wiet. Ja, ik ben echt zoals ik nu ben, hè. Zoals jullie me zien, zoals ik mijn videoclips presenteer, acteer. Maar ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat gedacht hebben in het begin, ja. Maar hoeveel van die gasten die wat willen worden als act gezien. En worden als dit en als dat gezien. Het is altijd mensen blijven kritisch, mensen dit, mensen blijven dat. Maar oké, ik heb me in het begin heb ik me misschien wat anders gedragen dan nu. Dus in het begin was je een act en nu ben je eigenlijk je ware gezicht. En dat is meestal niet zo leuk, het ware gezicht. Dan ben ik heel hard en heel streng en heel hard achter de schermen dus. Pas maar op. Ja fans, blijf me volgen. Jullie kunnen je abonneren op mijn YouTube kanaal. Ga ook even naar het kanaal van Skets. Abonneer je hieronder op dit kanaal voor de tofste video's. En tot de volgende keer dan maar weer. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren en laat een blauw duimpje achter. Tot volgende week. Hoi!